Zou er dan vandaag toch een potje komen dat ik misschien een mogelijkheid ga krijgen om te winnen? Zou mooi zijn. Mm-hmm. De dag is nog niet voorbij natuurlijk. Maar... Nee. Dat is heel mooi, ze heeft alle stocks verkocht in die... Ja, maar mijn geld. Nou, zoveel, zoveel geld kost het jou niet, hè? Spruzen! Ja hoor, hij gaat, gaat weer spruzen. Ja, super logisch. Oeh, force buyout. Lenny. Ja, krijg ik de pop-up? Dat is de vraag. Nee. Maar dan had je niet genoeg geld. Nee, omdat ze me heeft gesproest, kan ik niet kopen. Oh, is dat dat? Ja. Oh. Dat is de reden waarom je soms sproest als het toch maar één ding is, omdat je hem niet kan overkopen. Ik wist niet dat dat zo werkt. Ja, het is... Maar moet je nagaan, dan heb ik 2800, dan kan ik dat nog niet doen. Maar nu wordt het interessant. Het wordt zeker interessant. Dit is dan weer jammer. Valt mee. Ja, ja ik dacht dat jij al een promotie had, maar zover was je nog niet. Nee. En al had ik wel promotie, had ik alsnog naar rechts gegaan. Ja. Fair. Volgens mij ben ik pas level 3. Dat zou kunnen. En op het moment dat je die wel weet te bemachtigen, dan is, dan is die klaar, ja. Mooi. Maar nee, niet zo mooi. Jammer. Heel jammer. Kom op, Donkey Kong. 1 of 2. Dat is 3. Oh, nee. Nee, niet. Maar. Pa-pa-da-da-da-da. 4. Ja, die 260 is je laatste nog. Nou, dan is dat gebied klaar. Ja. Want je hebt geen keuze om daar wel of niet naartoe te gaan. Als je de pijp uitkomt, dan ben je klaar. Ja. Volgende wat ik ga proberen is die ene flit van Donkey Kong nog te kopen. Mm-hmm. Maar dat doe ik wel als ik dingen heb gedaan. Kijk hoe. Kijk, ja, nee, maar het slaat ook gewoon nergens op dat ik zoveel moet gaan betalen voor zo'n fucking winkel. Snap je mijn punt? Dit slaat toch nergens op? Doe je het? Nee. Dat wordt wel een bold move gevonden, zit wel op. Het was inderdaad een bold move geweest, maar dan kan ik geen van hun echt nog nakken, want ze hebben te veel total. Je already can't cover dan omdat ik had naar de bank gezoomd kunnen worden, maar de bank staat eigenlijk voor mijn neus. Ja. Dat zou ik wel een leuke kaartje vinden nu. Mm-hmm. Net niet of wel? Nee, hij had gewoon al zoet, zo doet hij. Oké. Okay. Hij had 6, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, die was je gewoon op die. Zo maak je ze bank voor de bank. Yeah. Huh. Oh, deze heb je ook gewoon bijna. Ja, maar ik land er niet op de 393, omdat die gewoon kloot is. Een minigame mee. Slurpordroom? Ja, altijd als ik erop kom, krijg ik een tiefe slurpendroom. Je komt er gewoon niet vaak genoeg op, dat is het probleem.
Nou, nog die case binnen. En wint hij nog? Ja. Of niet? Nee, 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 nee. Niemand heeft gewonnen, gefeliciteerd. Gewon. Ja. Gewon. Gewon. Hevige regenval. Ik zie geen regenval. Misschien wel een beetje regen. Ja. Maar dat staat er niet, staat hevige regenval. Ja, ja, je hebt me al ingehaald met de... Oh nee, nog niet. Nee, ik ben nog. Fijn. Oh, ze gaat met de lijn. Ga er even bij de rode pijp weer in. Nee, weet je wel, betaal Donkey Kong maar wat. Dan hoop ik dat je dan een beetje bereid bent om dingen te betalen. Lul. Ook net voor mijn neus, hè. Ja. Jij gaat de pijp ook weer in. Net voor je promotie. Ik weet niet of je naar links kan. Nee. Maar ik snap niet waarom niet. Maar het zal wel. Ik snap ook niet. Misschien omdat ze dan denken van je loopt rondjes. Ja. Maar ja. Onthoud het voorgeboorte. Ik wil ook rondjes lopen. Nee, dat is me ook niet geworden. Nee, dat zou zo. Ja, airfare. Ik had liever gehad dat ze in de rode pijp was beland. Ik ook. Twee. Moet hij zo naar links of moet hij naar beneden? Weet ik niet. Beter vragen, schrijf hem overkopen. Nee. Net niet. Jammer. Ik kan beginnen aan je nieuwe lijn. Milan's nieuwe modelijn. Heb je nog een random shop ergens staan? Vast wel. De gele pijp links. Ja. Ja, 84 is 84. Tuuk. Dat is hoop betalen. Moet je nagaan, hè? Ik kan die overkopen. Maar die andere kan ik niet overkopen, terwijl die minder is. Super logisch. Wat een haat. Ja. Ik hoop zo dat ik gewoon op land puur uit of spite. Die wil ik ook. Ja. Maar ja, kijk eens even hoeveel Reddy Cash ze heeft. Heel veel. Heel veel. Geen nee hoe, maar... Oh, misschien heeft ze alle stocks verkocht, wie weet. Ja, dat is mooi. Wel mijn minste, maar dat maakt niet uit. Maar, hey, dat maakt niet uit. Geld is geld. Als je zo één gooit, hè? Dan is het klaar. Nee, dat niet, maar dan is hij wel veel geld kwijt. Oh, ik moet de shop verkopen. Oh! Dat is de verkeerde shop, maar ja. Nog steeds de verkeerde shop. Kijk, welke is dat? Ja, ik heb er niet zoveel interesse in. Voor 2,70 wil ik hem wel. Nee, snap ik ook, maar het is een rode en een bruine, dus ja, dan zijn we alsnog moeten overkopen laten. Dus ik heb daarom niet zoveel interesse erin. Waar is die andere? Daar. Die vind ik iets minder interessant. Ja, same. Dus ik kan hem ook voor 2,90. Ja. Dat was speedknop, of niet? Ja. Oh nee, mijn stokjes. Waar ben jij? Daar ben jij.
zomaar even twee proberen te gooien. Mm-hmm. Nou, typisch. Ik ben nooit op het eiland geweest. Eerste keer voor mij het eiland. Dus we zullen zien. Verkoop een shop, verkoop een shop. Oh. Weet niet wat ik daarvoor moet vinden op deze lijn. Nou ja, daar heb je helemaal niks aan op deze lijn. Ik wel, jij niet. Ja, maar jij komt ook langs al die shoots. Want die shoots zitten super dicht op elkaar bij deze. Klopt. Maar als je zo laag gooit naar verhouding, dan... 1. Gaat ze 2 gooien. Mogelijk. Ik vind het alleen jammer dat ik vast vergeet om die 74 te pompen. 3. Warp naar ergens waar ik zelf wil? Nee. De strict van choice 10% below the market value. Dat is interessant. Ik zou gewoon van jezelf kopen. Mm-hmm. Doe maar. Money. Ik ben nu pas over de helft van de chase goal. Hè? Mm-hmm. Ja, jammer. We zijn al ruim een uur bezig. Ja, jammer genoeg kan ik niet gebruik maken van jouw luchtballon. En ik ga hem ook niet overkopen voor 1000. Niet? Oh. Nee. Maar nog steeds realistischer is dan de haasshop. Hey, de oranje pijp. De oranje pijp, heel mooi. Booming. Die gaat zo 1 of 2 gooien. Mag ze van mij gerust doen. Maar dat hebben we niet afgesproken. Nee. Nou, zij zo. 2. Kan nog steeds. Volgende weer 1. Hij staat op de bank, dus dan mag hij weer de andere kant op. Ja. Dus dat... Nee. Kom ik nu op mijn ballon? Ja. Ja. Veel plezier. Dank je. Als je op jezelf kan landen, zou ik ook gewoon nog boosten ook. Ja, maar ik wil eigenlijk gewoon die doen. Ja, snap hem. Snap hem volledig. Dan heb ik genoeg weer geld en dan ga ik zo meteen proberen om die ene shop van die keten te kopen. Mhm. Krijg ik veel geld? 1200? 1500? Kijk. Daar heb je wat aan. Dus dat vind ik nog een mooie. Ik krijg eerst de optie. Mm. Wil je de shop verkopen? Wil je de shop kopen? 1 of 2. 1. Zou ik die... Oh ja. Zou ik die 9,50 ook nog mogen... Nou gaat de... Die 9,50 ook nog weer kunnen sproezen, denk je? Mogelijk, denk het wel. 1. Nou, gaat op. Nu gaat hij die kant op. Ik kies in ieder geval voor om jou te betalen. Ja, klopt ja, maar dat is gewoon een simpele feit van die van mij is goedkoper. Ja. Ja, ik ga sowieso 2000 bieden. 2000? Ja. Wie weet, misschien is die DK realistischer dan Patty, wie weet. Nou, die kan wel realistisch zijn, Patty niet. Nou, mooi. Dan kan je zo meteen die verder gaan spoelsen. Ja. Dat
Want ik, doe nou, ik ga nou hetzelfde trucje als jou doen, hè? Jij deed 3,3 de prijs, hè? Ja. Nou, ben ik er nog niet. Nou, ik zit iets boven, 3,6. Het is gewoon haat pauzedag vandaag, echt. Ja, of, ik denk dat het met Jessica te maken heeft. Ik denk dat waarschijnlijk de difficulty mogelijk, ja. Slaat alleen nog steeds nergens op dat zij 7 keer de prijs vraagt, of 6,3, maar... Vooralsnog. Jessica heeft nog 2 Suit Yourself kaarten. Mhm. Yes. Oké. Okay. Dat is betalen. Terug de pijp in. Ah, het enige grote voordeel van die lijn is dat er 2 van mijn eigen ballonnen liggen. Dus dat is best wel handig. Yep. Nou, dan doen we hetzelfde riedeltje als jou. Maar dan doen we niet meer Patricia, want Patricia kan de pleuris krijgen. Jessica. Puur out of spite ga ik er niet meer de juiste naam geven. Nou. Ja, zie je, DK doet het wel. Ja, DK wel. Je gaat gewoon hier voor die andere. Ja, maar dan ga ik ook gewoon volledig voor die ja. Dat snap je ook. DK, wat ben je aan het doen? Jij gaat ook die andere pakken zeker, die heeft, of niet? Welke andere? Ja, je hebt er hier nog één, hè? Dan heb je ook weer hier een... Ja, maar dat vind ik een andere monopolie en zoveel heb ik momenteel. Oké. Okay. Ik sta niet min 2500 in de min, hoor. Nee. Totaal niet. Maar hij heeft wel 200 erbij, dus... Ja. Worpen. Ja. Je krijgt altijd degene waar je op landt, hè? Altijd. Nog meer stokjes. Nou, ik heb nog stokjes. Ah, komt helemaal goed. Hey, dit was normaal. Ja, ik mag mijn stokjes verkopen. Memonies. Ja. 1. 2. Dat is niet heel. Noep. Donkey Kong even 1 gooien alsjeblieft. 1. Dat is ook van mij. Goed genoeg. Is niet veel, maar prima. Het is iets. Eén. Nou, hij gaat weer weg. Ik kan nu gewoon kijken of ik op mezelf kan landen. Maar ik kan ook gewoon kijken voor een suit. Ik zou bijna zeggen, why not both? Dat je op de schoppen gaat. En dat ik hier dan langs loop, zeg maar. Ja. Ja, maar ik dacht van, als ik nu op mezelf kom, dan kan ik deze nog spruisen voor als hij weer wel langs loopt, zo. Ja. En dan kan ik even hier en dan loop ik gewoon zo die kant op. Kan. Dat kan ook. Leuk. En dan kan ik straks toch nog kiezen of misschien niet van hem ook. Hopen dat hij zo één gooit. Dan was het een hele goede move. Ik kan weg. Hey, je komt in mijn gebiedje. Dat is mooi. Niet mijn goede gebiedje. Nou ja, redelijk, ook niet redelijk, slecht. Redelijk goede gebiedje. Ja. Naar links. Hoe naar links? Oh, dat is toch niet naar links? Nee. Eén. 6.
Hij is die van mij. En hij loopt naar jouw gebiedje weer terug, hè? Dus... Ja, dat is waar. Dat zou mooi zijn als je daar wat aan doet. Dat is dan alleen wel jammer. Ja, dat vind ik wel. Eens. Kan je mooi het hartje pakken? Ja. Als je één of twee had gehoord, dat je niet bij gehoord. Commissie! Nee, ik wilde er eentje hoger hebben, dan had ik hem gewoon geforced buyout ondertussen. Maar kan het nu dan wel? Denk het niet. Komt net weer weg met de pijp. Wat een fucking onzin. Mm-hmm. Ik wil winnen. Ja, nee, ik gun het je ook van harte, ja. Maar... Je merkt al, de game wil mij niet laten winnen, dat is duidelijk. Die Jessica. Daar hoef ik me ook geen illusie over te wekken. Als het kon, had ze 9 keer dat ding gevraagd. Ah, het is het probleem ook dat ze geen tegenbod doet. Nee, dat tegenbod was keer 7. Oh ja, dat was 4000, hè? Ja. Ja. Ja, dat was een beetje overdreven. Inderdaad. Nou, je hoeft voor mij niet meer bang te zijn, dus je kan rustig naar de bank. Ja, maar ik moet nog een suit. Ik moet mezelf nog suiten. Ja. Dan zou ik zeggen, suit yourself. Mm-hmm. Is er nog een vacant plot? Ja, twee. Ook degene waar zij een Monopoly bijna heeft. Nou, dat komt er goed uit. Er zijn echt veel te veel ready cash en Donkey Kong ook. Ja, maar ja, Donkey Kong heb ik ook net afbetaald 2 keer, hè. Dus dat is de reden waarom Jessica zoveel ready cash heeft, is denk ik te maken met haar promoties in de keer als stockcellen. Ja. Dat helpt ook wel. Ik weet niet of Jessica er langs loopt, maar doe maar gewoon. Zou toch lekker zijn als ik er niet op komt, hè? Mm-hmm. Het is alleen jammer dat er niemand een stok in heeft. Ik heb opgezet pijp of pijp? Ik zou pijp. Ja, goed. Nou, Donkey, kom even of in de groene of in de rode pijp, alsjeblieft. Nee. Ik zeg nee wanneer ze heeft gegooid. Dus. Mm-hmm. Ik weet het, het ligt ook niet aan jou. Ik ben gewoon boos. Ja. Worp. Verkoop een woning. Kyo Jessica. beide is momenteel goed. Maar het is op zich een mooie. Oké. Ja, dat is niks, man. Doe even niet iets broer. Nee, ik snap hem. Nee. Weet je wat het mooiste dan zijn? 3. Het is geen 3. Nee. Stand aardig vaak op de commissies. En ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Valsspelerij. Ja, zeker. Die kleur heb ik, ja, daar sta ik half. Ook wel aan, maar... Die kleur heb je half en dat is het probleem.
commissies. Dat is altijd fijn. Inderdaad. Nou, kan ik eruit? Nee, wel weer een suit. Ja, maar je zit heb ik al. Nou, nieuwe rij beginnen. Hier. Shit. 1. Dat is geen 1. Het is wel weer level up. Ja. Nou, level 5. Nou ja, dat is het ding. Ze heeft wel promoties, ze heeft wel shops, maar voor de rest doet ze niks. Ze heeft veel stok zo. En die betaalt ze mij. Ja, maar ze leeft ook op heel veel mensen mee qua stoks. Die commissieblok is cursed. Hartstikke cursed. Iemand kom op mijn hoge bedragen, alsjeblieft. Nou. Oké. Je doet ook je hoog. Ja. Jessica is het eerste. Ja, Jessica wil nog winnen volgens mij. Ja. Hij gaat er 3 gooien. Mag ook. Zolang de CPU niet weer wint, dat vind ik prima. Wat voorspelbaar, hè? De game is gewoon voor heel veel speelbaar als het cheat. Kan hij ook niks aan doen. Ik weet alleen even niet wat voor deze ook weer de target amount was. 20.000. Ja. Ook al zou ik al mijn shops aan jou verkopen dan. Dat is een lage. Ja. Ik moet niet klagen, maar ik doe het toch. Ja. Ja. 3. Ik blijf maar betalen. Mm-hmm. Dus ik moet nog uitkijken dat ik niet weer 3 gooi. Of dat ik niet weer 4 gooi. 4. 3 is geen probleem. Nee. Als ik blijf betalen, mag ik dan ooit een keer met de luchtballon of moet ik blijven betalen? Ja, als ik het voor je in kon stellen, had ik het toegestaan.